goede storyteller gewoon. Precies. Ja, hij vertelt verhalen, ik zie gewoon een film gewoon wanneer hij rapt. Maar je ziet ook aan zijn lichaam staan, hij meent het. Ja. Je wordt echt zijn live ingetrokken. Dus hij komt ook niet alleen met glorie, dat wordt ook best. Ook niet alleen glorieuze dingen, ook pijn. Jordi 9 jaar, op zijn BMX en daar gaat hij weer. En alles wat hij weet, dat heeft hij op de straat geleerd. Zijn brada zit weer binnen en dat raakt hem weer. Niet eens een goede advocaat, want mama is keer. Papa niet in beeld en mama op de grind. Dus nu zit hij in de les met money on zijn mind. De juf zegt hij heeft concentratieproblemen. Hij weet die money die hij zoekt, die kan de straat die hem geven. 16 jaar, nu gaat hij om met de verkeerde jongens. Maar voor hem de juiste jongens, want ze maken geld. Nu gaat hij om met die grote jongens. En hang jij met grote jongens, broer, dan gaat het snel. Hij is heet en papa die is weer op zijn huid. En hij wil niet naar binnen, dus hij slaapt niet thuis. Veel vrienden verloren, dat alleen maar om buit. Want mannen doen nu als bitches, maar deze het maakt niet uit. Deze life krijg je niks voor niks. Er is geen love in de streets. Op een dag ga je zien dat het business is. Ik heb gehuild een paar dingen in mijn life, maar ik heb never een bitch gemist. 1 gram, 5 gram, 10 gram, op een dag zijn er 20 bricks. Hou vol als je benen zit. Deze life krijg je niks voor niks. Nu is hij 20, hij heeft dromen van veel geld. Maar het komt niet vanzelf. Slimme jongen, maar deed weinig met zijn kennis. Want Jordi die groeide op tussen de dealers en de scammers. Heb je wat nodig, dan kan je hem altijd bellen. En heeft hij zelf geen tijd, heeft hij iemand die het kon brengen. Hij heeft zich ingeschreven bij KVK. Dus wit of zwart, het maakt niet uit. Voor ieder heeft hij werk. Financieel staat hij nu sterker. De jongen van de straat stuurt nu facturen en offertes. Op school was hij de doener, niet de denker. Toch bedacht hij plannen om niet hard te hoeven werken. Nu is hij 25 jaar en zie mensen hem als idool. Maar zijn hoofd alleen op buiten, hij komt niet langs meer voor de lol. 100k al gepasseerd, hij heeft die milli nu als goal. Terwijl zijn enige diploma van de middelbare school is. Deze life krijg je niks voor niks. Er is geen love in de streets. Op een dag ga je zien dat het business is. Ik heb gehuild een paar dingen in mijn life, maar ik heb never een bitch gemist. 1 gram, 5 gram, 10 gram, op een dag zijn er 20 bricks. Hou vol als je benen zit. Deze life krijg je niks voor niks. Er is geen love in de streets, op een dag ga je zien wat het business is. Ik heb gehaald een paar dingen in mijn life, maar ik heb never een bitch gemist. 1 gram, 5 gram, 10 gram, op een dag zijn er 20 bricks. Hou vol als je benen zit. Deze life krijg je niks voor niks. Ja, zeker. Dat, ik denk dat in zijn leen, dat het straat, het straat ding, dat het een soort van. Dat niemand is op zijn level, zeg maar. Zijn geloofwaardigheid is super hoog. Hij zegt dingen die kan je niet verzinnen.